allemaal. Vandaag gaan we in gesprek met de heer Theo Maas in de serie Portretten. En we zitten hier op een bekende locatie van meneer Maas, maar misschien wel voor veel meer Drimmenaren. En ik ga eerst eventjes naar Twan. Twan zit tegenover me, Twan van Meel. En Twan is de chef van deze locatie. We noemen verder geen namen. Twan, jij zit naast iemand die heel belangrijk is. Ik heb hem net al geïntroduceerd. En hoe kom je aan de heer Maas? Vertel eens. Nou ja, daar gaan we eigenlijk ook wel redelijk lang terug in de historie. Ik ken Theo eigenlijk al heel veel jaren. Eigenlijk op het moment dat ik de zaak overnam van mijn ouders, kende ik hem eigenlijk al. We maakten altijd een praatje in de winkel. En al pratende kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, joh, zou jij mij iets met een taakje kunnen helpen in de winkel? Ja, zei hij toen gelijk, weet je dan wel wat je in huis haalt? Dat is toch wel heel wat. Maar we hebben het toch gedaan. We zijn samen gaan werken. En daar heeft hij gewoon, en dat is eigenlijk met iets heel kleins begonnen, maar dat is een beetje uitgegroeid tot een redelijke mooie takenpakket voor hem erbij. En dat, die samenwerking die beviel prima, vanaf dag 1 tot en met nu. Ja, want hij begon eerst als een soort klusjesman, zeg ik even oneerbiedig. Maar hij heeft ook een soort automaatje avant la lettre gedaan. Door mensen die wat minder goed ter been waren, 1 keer per week naar het filiaal te brengen. Ja. En op een gegeven moment ging dat niet meer. En toen zat hij aan tafel hier. En wat gebeurde er toen? Hoe bedoel je dat? Toen ging dat niet meer? Nou, ik dacht dat hij op een gegeven moment gestopt is met het rijden. Want hij kreeg natuurlijk grote concurrentie van Albert, denk ik. Nee. We hebben in de eerste instantie heeft Theo bestellingen rondgebracht. Inderdaad, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar dan zijn we toen uiteindelijk daarmee gestopt omdat Albert.nl hier rond ging rijden. Toen dachten we, ja, dat is gewoon niet handig om dat te combineren. Toen hebben we wel de oudere taxi opgezet. Dus dat mensen die slechte been zijn, die halen we op. Dan doen we een half dagdeel in de week, hadden we verzonnen. Zodat mensen toch hier naartoe kunnen komen, boodschappen kunnen doen, een uitje kunnen doen. En dan weer terugbrengen met boodschappen en al. Dat was een gratis service. En toen hadden wij het idee van, joh Theo, is er niks voor jou om dat te gaan doen? Nou, dat was echt schot in de roos, want dat deed hij gewoon hartstikke goed. Heel leuk contact met de mensen. En die vonden het gewoon echt een uitje. Er waren zelfs mensen bij die wilde gewoon blijven zitten, zodat ze 2 keer een rondje mee konden rijden. Dat is echt waar, dat is zo mooi. En zo is eigenlijk het zaadje geplant voor de functie die Theo nu vervult, toch? Denk ik. Ja, zo is eigenlijk, los van alle andere taken die hij deed, maar de oudere taxi, eigenlijk te veel om op te noemen. Iedere keer als er ook maar iets stuk was of een plafondplaat die kapot was, en dan kwam Theo en die ging het maken. Mag ik tenslotte nog, hè, want we gaan verder met Theo in gesprek. Kun jij 3 punten noemen waar je Theo aan kunt herkennen? Dat je zegt, nou, als ik Theo zou moeten omschrijven in 3 woorden, dan zou dat 1, 2, 3 zijn. Positief, humor en erg loyaal. Dankjewel. Ik hou jou niet langer van het werk, Twan. Veel succes. Dankjewel. Vertel eens, meneer Maas, wanneer bent u geboren? 1912-38. 1938, ja. Dus vlak voor de oorlog. Nou, net voor de oorlog. Ja, en heeft u dan niet heel bewust, wel bewust meegemaakt? Ja. In de schuilkelder, hè? Ja. Dag en nacht in de schuilkelder. Ja. In de schuilkelder, hè? Ja. Dag en nacht in de schuilkelder. In Den Duin geboren. In Den Duin geboren? Ja, in Den Duin. Oké, en u zegt in de schuilkelder gezeten, dat moet al heel naar geweest zijn voor u als kind. Ja, maar daar weer eigenlijk niet zo over gepraat, of dat het nou naar was of niet naar. We moesten het allemaal ervaren en we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus, kijk, tegenwoordig heeft iedereen gelijk problemen. Dat was toen de tijd niet. Er werd ook niet over gepraat, daar moesten ze ondergaan, maar het was niet anders. En doet er je voordeel mee. Ja. Maar tegenwoordig is dat direct anders natuurlijk, hè. Dat is gewoon. En zal heus wel wat beter zijn, dat geloof ik wel. Maar verder is, ik heb er niks aan overgehouden, bij wijze van spreken. Tegenwoordig praten ze over trauma. Mm-hmm. Nou, dat woord hadden ze, dat konden ze toen de tijd nog niet, nee. Trauma. Ja. Je moest het ervaren en je moest het ermee doen.
En toen kwam de bevrijding gelukkig? Gelukkig wel, ja. Ja, toen ben je naar school gegaan en uiteindelijk bent u... Ook in Den Duinen? Ja, hier in de Blasiusschool. Okay. Tegenwoordig heet het de Stuifhoek, denk ik, hè. Hier zo. Meer maar wel. En uiteindelijk bent u in de weg- en waterbouw terechtgekomen? Ja. Hoe ging dat? Gelijk werken. Maar ik heb voor die tijd al op school, deed ik altijd al werken. Bij omkleden en nog werd er zegen toen, in de voorstraat. Had hij toen de tijd heel de duin aangekocht. En daar hebben ze het zand allemaal weggehaald. Nou stond het vol met woningen. Sportparken liggen er allemaal. En dat was, staat er allemaal nog? Dat staat er allemaal nog. Ja. En dat was toen vrijgevochten land voor ons, als kind zijnde. En toen bent u uiteindelijk in de weg- en waterbouw terechtgekomen. En, want ik las in de Stem, hè, want hij heeft een interview met u gestaan, dat u kraammachinist was. En ik vroeg toen aan u, goh, u heeft in de haven gewerkt. Dat is natuurlijk heel kortzuchtig, maar dat was niet zo. Ja, en kunt u iets vertellen waar, aan welke... Van allerlei dingen, woonputten uitgraven, een riolering leggen. Ja. Naderaan ben ik nog op een stelling terechtgekomen. Dat noemen ze verticale drainage, geen horizontale, maar verticale drainage. Mm-hmm. Heb ik jaren gedaan. Totdat ik in de problemen kwam met mijn nek. Met mijn nek. Ja. Hebben ze drie wervels vastgezet. Weet je. Kijk, en toen hadden die omscholing over hoe of wat ook niet. Je kwam in de ziekenhuis terecht en daar bleef je maar in hangen. En daarna werd eigenlijk niet naar je omgekeken. En hoe oud was u toen? En toen kwam ik in de WHO terecht. Toen was ik rond 45, 46 jaar, denk ik. Heel jong, hè? Ja, ja. Ja. Heel jong. Ja. En toen kwam Twan als een duveltje uit een doosje? Nou, nee, niet als een duveltje uit een doosje. Ik kwam daar regelmatig mijn boodschappen doen. Ja. En praten ook over de motorsport en zo. Zodoende hadden wij een praatje met elkaar. Ja. Want Twan was vroeger ook geïnteresseerd in de motorsport. En toen zei hij dat, hè, want ik heb een mooi baantje bij jou zitten. Jantje, ik heb een mooi baantje bij jou zitten. Ik zei, nou, de mooiste baantjes worden meestal door de baas zelf gedaan. Hè. Ja. Ik zeg, maar weet waar geen huis altijd, jongen. Nou ja, ik ben er aan begonnen. Ja. En ik heb er nooit geen uur spijt van gehad. Dat is wel heel fijn, toch? Ja, wel, want ik heb altijd zo ook zelfstandig aan het werken. Ja. Ik heb heel veel bestellingen weggepakt. Ook bij Sjofak. Ja, ja. Toen de tijd nog Guitveld, geloof ik. Mm-hmm. Ja, Guitveld heette dat nog. In Oosterhout hadden we diverse adressen waar verstandelijke gehandicapten zaten. En ook altijd meedenken natuurlijk. Hè. Dan kunnen we het niet beter doen of niet beter zo doen, namelijk met de twee keer rijden. En dat hebben we hier enorm gewaardeerd natuurlijk. Hè. Ja, ja. Kijk, maar dat een baas altijd mee moet denken. Dat is ook altijd niet even goed natuurlijk. Hè? Nee. Je kan zelf ook wel wat ondernemen. Ja, zo is het. Als je zo oud bent dan. Ja. En ik heb voor die tijd heb ik ook altijd zelfstandig gewerkt hoor. Had ik ook altijd nog mensen bij me. En dat ging ook, als dan de uitvoerder weg was, dan is Theo de man. Hè? Ja. Dan moet er bij Theo zijn. Ja. Ik heb het altijd leuk gevonden. Dit werk, alle werk. Ik heb, nog nooit met chagrijn aan mijn werk. Nee. Ja. Dat zei je dan ook, hè, dat u altijd positief bent. Ja, ook hier ook hoor. Ja. Ik ben altijd op tijd, ik ben nooit te laat. Ja. En toen, want ik zei net, dat is niet het enige waar u heel veel plezier aan beleeft. Motocross ook? Motocross, zo meer dan 70 jaar. Ja, waar komt die liefde vandaan? Ook van de plaatselijke dingen, plaatselijke favorieten. Voor de Wigelaar en van de Baan. Die zijn ook nog op mijn verjaardag geweest. Die had Twan weer voor gezorgd. Ja. Ja. En waarom vind je dat zo leuk, motocrossen? Ja, motocross heeft mij altijd getrokken. Dat hebben we hier in de Duin en ook bij het oude voetbalveld, zeg maar zeggen, hebben we vroeger ook gecrossed. Hè. Ja, de mensen kunnen daar nou allemaal geen voorstelling meer van geven, omdat alles bebouwd is. Ja, maar toen was het allemaal vrijgevochten land. Ja. Dat kon je doen en laten wat je wil. Nooit zei er iemand, werd er niet over van geluidsoverlast. Niks, crossen, we gaan gewoon crossen, klaar. Mensen moeten aan de kant blijven. En zo is het van lieverlee allemaal erin geslopen. Hè. Ja. Kordebaar heb ik meer dan 10 jaar mee meegegaan. Ook naar Oostenrijk, Duitsland, diep in Duitsland en Engeland. Zo. In Zwitserland ook, de Grand Prix.
Dat is dan meetellend voor het wereldkampioenschap, zeg maar zeggen. Ja, dat was een item. Ja. Ja, het ene weekend zaten we in Engeland in de vakantie dan. Hè, en het andere weekend zaten we diep in Duitsland. Dus u heeft ook veel van de wereld gezien? En dat bleef, oh, nou vallen we wel mee. Hè. Nou. Ja, maar af en toe ook eens met mijn werk in Duitsland en in Frankrijk en België. Maar verder is ik ben nooit op vakantie geweest. Nooit. Nooit op vakantie. Ook, ook niet als kind zijn dan ook niet. Had u geen behoefte aan? Nee, maar thuis ging dat ook niet zo goed. Nee. En als kleine jongen zaten wij heel de vakantie achter de juintafel. Hè? Ik weet niet of jullie hier ook vandaag komen, maar van s'morgen 7 tot s'avonds 7 achter de juintafel. Maar die zilveren jantjes, ja, hè? Ja. Koppenstaarten. Van s'morgens vroeg 7 uur tot s'avonds 7 uur. En dan mocht je nog even gaan spelen en dan gaan we naar bed toe. En een andere dag was weer, zat het ritueel heel de vakantie door. Hè. Dan mocht je nog wel eens een keer even naar de speeltuin in Teteringen. Ja. De Schaffelaar noemden ze dat. Maar dan moest je te voet naartoe. Hè. Een fiets of zo hadden we niet. Hè. Dus dan gingen we te voet naartoe. En dan daar heel de dag flinker tegenaan natuurlijk. En dan waren ze s'avonds zo moe, maar dan moest je nog naar huis lopen. Hè. Ja. Nou, dan schreef je bijna van moeigheid. Dan hoef je de andere dag hoef je nergens meer naartoe. Dan bleven we in de duin spelen. Dat was veel makkelijker. En dat was de jeugd. Ja. We hebben altijd met werken bezig geweest. Werken. Maar ook wel met plezier, toch? Altijd met plezier. En nou zag ik ook, want we hebben wat foto's van u gekregen, dat u nog veel meer gedaan heeft. Hè? U houdt van koken. Ja, dat heb ik ook. Maar dat is allemaal weer een beetje versloefd. Ik kan niet specifiek staan koken, bij wijze van spreken. Gewoon een aardappeltje, een boontje, een koteletje of een gehaktballetje of een braadworstje of wat dan ook, zeg maar zeggen. Maar ik ben geen koker onder. Water koken, dat gaat het beste. Voor de thee, hè? Want ik drink geen koffie. En bij de vakbond, vertel daar eens wat over. Bij de vakbond wel, daar heb ik ook jaren en jaren bij gezeten. Nou, ik zei, tegenwoordig is het allemaal digitaal, noemen ze dat. We hebben geen vakbond meer, geen afdeling meer hier in Maarten. Alles is weg. Vroeger hadden we nog een afdeling van de bouw- en oudbond, ook van de metaal. Mm-hmm. En we hadden de overkoepelende, het FNV, zeg maar zeggen. Nou heb je niks meer. Helemaal alles digitaal. Dat is. Ja. Maar u mist, wat u belangrijk vindt volgens mij, als ik u zo hoor, hè, is dat u met mensen kan. Jeugd. En dat doet u hier nu ook, hè? Ja, dat doe ik hier ook. Ja, en wat... Hier kom ik ook allerlei mensen toe. Er zijn ook heel veel mensen die komen naar je toe. Ja. En die gaan een heel verhaal vertellen. Ja. Ook een privé verhaal, bij wijze van spreken. Ja. Dat je zegt van, ja, moet ik dat nou per se weten of aanhoren? Of... Mm-hmm. En de mensen, die willen dat kwijt. Ja. Die zien de persoon, die zien de hand, ze zien mij hier op en neer lopen, bij wijze van spreken, ze zien mij rondkijken. Ja. Ik ga ook naar mensen toe, als ik ze te veel dan hier, dan daar en dan daar tegenkom, dan weet ik dat ze het niet kunnen vinden. Nee. En dan ga ik er naartoe. En dan vraag ik het. Dus u voelt dat aan en u kijkt goed. Ja. U kijkt en luistert goed. Kijk en luistert naar de mensen. Als de mensen ook de verhaal willen doen, niet te veel onderbreken, want die praten meestal. Net als ik op het moment aan één stuk door. Ja, maar je staat ervan te kijken, hè? Ja. Wat mensen allemaal aan je vertellen. Maar die mannen van de stem ook, die door een beetje goochem te zijn, tenminste goochem. Als je kun je er iets over vertellen, zit. Ik zeg, ja, dat kan ik wel, maar dat ga ik niet doen. Nee, natuurlijk. Iets wat de mensen privé tegen mij zeggen, ga ik niet door. Dat blijft bij ik zeg, want de volgende keer. Lezen ze dat in de krant en zeggen, bij die man moet er niet zijn. Want die lult alles door, hè. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. En zo stel je eigenlijk een beetje in het leven. Ja. Ja. En wat vindt u belangrijk voor de volgende generatie? Voor de volgende generatie. Die zal het nog zwaar te verduren krijgen. Ja. Echt waar. En wat zou u ze mee kunnen geven? Ja, om ook wel eens iets te accepteren, bij wijze van spreken. Maar ze hebben een hele goede tijd meegemaakt. Wij hebben hele slechte tijden meegemaakt. Maar jullie hebben allemaal goede tijden meegemaakt. En dan, net als met die corona ook. Hoor, dan konden ze niet naar de café en ze mochten niet bij elkaar komen. Ze deden net hoe dat heel de wereld verging.
Maar ik zei ook al, wij hebben een dag en nacht in de schuilkelder. In de oorlog hoeven ze niet te zeggen, mensen blijf binnen, nee. Dan schoten je dood. Dus je bleef wat jij gewoon binnen. Hè? Mm-hmm. En wij hebben dat ook moeten overbruggen. De jeugd die heeft nog niks ervaren. Meneer Maas, ik wil u bedanken voor uw tijd. Dank u wel, joh. En één ding wat mij door mijn hoofd spookt is een gezegde. De man toont zich in zijn dalen. Ja. Het ware karakter. Ja. En volgens mij bent u er zo eentje. Maar je kan tegenwoordig ook bomen enten, bij wijze van spreken. Ja. Dat ben u nou aan het doen, toch? Dank u wel, meneer Maas, voor dit gesprek. Heel hartelijk dank.